Mijn naam is Jacques van Vliet, ik ben 22 jaar en ik ben masterstudent Fiscale Economie. Enerzijds ben je bezig met de economische vakken en anderzijds ben je ook bezig met echte juridische vakken. En eigenlijk die combinatie, dan kom je dus uit op fiscaal. Het leuke is dat er ook heel veel connectie is met de praktijk en met de actualiteit, waardoor het heel erg in beweging is, heel dynamisch vakgebied. Met de juiste begeleiding van de docenten ga je echt de diepte in. Naast je master werken veel studenten in de praktijk en dan krijg je heel erg een feeling met bepaalde systematieken van de wet. We hebben een bedrijvendag wat heel erg gericht is op het professionele. Kan je één op één kan je gesprekken voeren waardoor je echt een goed beeld kan krijgen of dit een bedrijf is dat bij je past. Doe iets wat je leuk vindt, maar dat geldt in het bijzonder wel echt voor de fiscale economie. Omdat je een startsalaris hebt wat echt in de top 10 zit van de studies. Het is gewoon in de binnenstad van Amsterdam. Ik fiets naar mijn colleges. Dus ik dacht enerzijds voor de docenten, hè, want het onderwijs is gewoon hier van een hoog niveau. En anderzijds zit je gewoon eigenlijk in de achtertuin van potentiële werkgevers. Dichter bij het vuur kan ik eigenlijk niet zitten. Fiscale economie studeer je aan de Amsterdam School of Economics van de Universiteit van Amsterdam.